Goedemorgen paardenvrienden en vriendinnen aan de andere kant van het scherm. Welkom bij weer een nieuw filmpje. En vandaag heb ik als onderwerp van dit filmpje de volgende zin. From thinking to doing to being. En wellicht heb je die zin al eens een keer gehoord. En hij omschrijft eigenlijk heel mooi de fase van wanneer je ergens bewust van begint te worden en ervoor wil kiezen om dat patroon in jezelf te doorbreken en eigenlijk nieuwe ingrediënten te gaan downloaden, waardoor je in een proces van verandering komt. Dan heb je eigenlijk de fase waarbij je dat eerst allemaal heel mooi bedenkt, hè? En jezelf daar dus van bewust maakt en ergens in wakker geschud wordt. Dat je denkt, oké, dat wil ik in mezelf veranderen, verbeteren, ontwikkelen. Dan komt vanuit het from thinking, erover denken, komt doing. Dan ga je het doen. Dan ga je het oefenen, ga je het ervaren. Ga je 100.000 keer de mist in. Dat je denkt, oh wacht, dit was het oude patroon. Wat wilde ik ook alweer integreren? Dus dan zit je echt in het proces. Dat is vaak ook een hele uitdagende fase. Niet altijd leuk en niet ook altijd makkelijk. Maar een hele waardevolle fase. Want dat is de fase waarin je het echt gaat integreren in je systeem en in jouw zijn. En dat maakt ook het sprongetje naar de laatste stap. From thinking to doing. To being, dus echt het nieuwe zijn. Dus dat wil zeggen dat als je iets wil veranderen, dat je het proces hebt afgerond door de nieuwe jij te zijn. Nou, met behulp van een voorbeeld zou ik je toelichten hoe je dit dan uiteindelijk kan vertalen naar de praktijk. En dat begint dus met die fase thinking. Dus je bedenkt dat er iets is in jou wat je wil veranderen, waar je ontwikkeling in wilt aanbrengen. Hè? Of dat nou is dat je meer geduld wilt leren hebben, of dat je eerder tevreden wilt zijn, of misschien wil je wel meer je paard leren belonen, misschien wil je wel meer positieve gedachten over je paard hebben. Alles wat jij wil veranderen begint eigenlijk met de gedachte. Wat wil je veranderen? En dan kun je ook al informatie daarbij gaan verzamelen. Wat is er voor nodig om dat te veranderen? Welke ingrediënten mis ik nog? Wat moet ik eigenlijk allemaal downloaden in mezelf om dus die geduldige Amazone te worden? Of die geduldige, liefdevolle Amazone? Wat jij maar wilt, begint dus in die basis van thinking. Erover denken, informatie verzamelen, etc. Dan maak je het bruggetje naar doing. Dan ga je dus vanuit het bedenken, ga je het doen? Ga je het oefenen? Ga je 100 keer op je bek? Dat is heel vervelend, maar daar ga je ook weer in het proces van groeien en van leren. En dat is ook nodig om uiteindelijk die nieuwe zelf te kunnen zijn. En die nieuwe zelf is dus eigenlijk degene die dat oude patroon heeft doorbroken. En eigenlijk gemixt met nieuwe ingrediënten erbij, een nieuwe basis vormt in jouw zijn. En natuurlijk is het zo dat die laatste fase, daar kom je niet zomaar. Dat is natuurlijk het eindresultaat van je hele proces. Je bent niet zomaar onbewust bekwaam. Daar moet je gewoon keihard voor werken. En ik wil in ieder geval meegeven om op het moment dat jij dus dingen hebt die jij in jouw leven wilt doorbreken, die je wilt veranderen, als je nieuwe dingen in jezelf wilt integreren, blijf niet te lang in die thinking fase hangen. En ga vooral bezig met het doing, zodat je de being kan worden. Want het is eigenlijk een beetje mensen eigen en vooral paardenmensen eigen om heel erg daar te blijven hangen en het allemaal heel mooi te kunnen zeggen voor een ander. We kennen allemaal het fenomeen de beste stuurlui staan aan wal. En dat is prima als dat voor jou werkt. Maar wees je van bewust dat je dan vooral nog heel erg allemaal over aan het denken bent en in stap 1 blijft hangen. Maar ga dan zelf eens daarin mee aan de slag. En ga het dan ook zijn in plaats van jouw oordelen over een ander die iets misschien niet is wat jij wel zou willen zijn. Om daar je focus op te zetten. Maar richt dus echt je focus op jouw proces. Wat wil je veranderen? Ga daaraan werken zodat je de nieuwe tools echt kunt zijn. Nou, en voor vandaag wil ik je vragen of je 3 dingen voor jezelf wilt opschrijven die jij graag in dat proces zou willen doorlopen. En dat je dus ook per onderwerp eens kijkt van oké, heb ik daar nog informatie voor nodig? Of is het iets waar ik al heel lang over denk en aan het bedenken ben, oh ja, dat wil ik wel eens een keer gaan doen. Hè? Stel je jezelf voorneemt, ja, ik zou eigenlijk toch wel graag 3 keer per week een uur willen wandelen. Want het is gezond, je weet al waarvoor je het wilt doen. Hè? Je hebt alle informatie al klaar, maar je blijft er maar over denken. Weet je, die brug van ga nou gewoon 3 keer per week een uur wandelen, die neem je niet. Ik zou zeggen, wandel er gewoon eens overheen. Neem die brug, ga het eens ervaren.
En dat gaat altijd ongemakkelijk voelen. Het wordt pas aangenaam en dat je ook echt naar die afrondende fase toe gaat. In eerste instantie als je een patroon doorbreekt, och, je hele systeem gaat er tegenin, 9 van de 10 keer. Want jouw hersenen functioneren heel graag vanuit patronen. De moraal van dit verhaal is eigenlijk dat ik je wil uitdagen om veel bewuster en concreter jezelf steeds stap voor stap in een proces te houden van ontwikkeling, zodat je steeds meer en meer kan gaan groeien naar jouw ideale zelf en jouw ideale leven. Want je bent natuurlijk al goed zoals je bent prachtig zoals je bent, maar je voelt zelf vaak heel goed aan welke dingetjes in jou nog een beetje wringen of wrijving geven. En heel vaak zijn dat dingen die toch te maken hebben met oude programmeringen, oude overtuigingen. En juist die dingen zijn heel erg interessant om te gaan ombuigen. En daar wil je eigenlijk alleen maar een gelukkige mens van. Voor nu wens ik je een prachtige dag en alvast een heel goed weekend. En dan zie ik je maandag weer in de video van dan.